Misschien is het je wel eens opgevallen, misschien ook niet, maar dat Rhenen zo'n enorme kerktoren heeft, 82 meter hoog. In onze provincie zijn alleen de Dom van Utrecht en de Onze Lieve Vrouwentoren van Amersfoort hoger dan de Cunera. En dat voor zo'n bescheiden stadje. Die toren wordt zo'n 500 jaar geleden in de late middeleeuwen gebouwd. En dat had alles te maken met een dappere reis naar Rome van deze man uit Rhenen, Lodewijk van Leefdaal. In de middeleeuwen is Rhenen een stad die ligt op de onrustige grens tussen Utrecht en Gelderland. De bisschop van Utrecht gebruikt de stad als belangrijke verdedigingspost tegen de hertogen van Gelderland. Dat levert de stad geld op, maar heeft ook nadelen. Want daardoor wordt Rhenen ook regelmatig aangevallen en in brand gestoken. Dan moeten de burgers van de stad weer opkrabbelen en de boel weer opbouwen. Lodewijk van Leefdaal, die later een belangrijke rol zal spelen voor Rhenen, is in zijn jongere jaren muntmeester van de bisschop van Utrecht. Een lucratieve baan. Hij komt uit een familie die snel rijk is geworden. En daar maakt de bisschop, maar ook het stadsbestuur van Rhenen, graag gebruik van als ze weer eens krap bij kas zitten door bijvoorbeeld een Gelderse aanval. Dus Lodewijk is binnen de gemeenschap van Rhenen een gerespecteerd man. Rhenen staat in de middeleeuwen niet alleen bekend om zijn rol in de verdediging van Utrecht, maar ook om de stadsheilige Cunera. De heilige Cunera heeft een bescheiden reputatie als het gaat om het genezen van met name ademhalingsmoeilijkheden. Er is een klein houten kerkje aan haar gewijd, omdat ze in het jaar 400 in Rhenen leefde. We weten niet zoveel van die tijden, want weinig mensen konden lezen en schrijven, maar ze vertelden elkaar wel graag verhalen. Cunera is volgens de legende een vrome Engelse prinses. En in het jaar 400, ruim 1000 jaar eerder, gaat ze op bedevaart met haar nicht Ursula naar Rome om te bidden en te studeren. Maar op de terugweg worden ze overvallen door een stel heidense krijgsheren. En een van die heren is koning Radboud. Die ziet Cunera wel zitten. Dus neemt hij haar mee naar zijn vesting op de Grebbeberg in Rhenen. En daar wordt Cunera al snel populair door haar wonderbaarlijke daden van naastenliefde. Ze is gewoon heel lief en heel goed voor de mensen. Maar de vrouw van koning Radboud, koningin Allegonda, die ziet dat en die vindt het niet leuk. Zij stikt jaloers op Cunera. En dus, op een dag, wurgt ze Cunera met haar eigen halsdoek en begraaft haar in de stal. Al snel wordt duidelijk dat Allegonda de dader is. Dus Radboud laat zijn vrouw afranselen, waardoor zij krankzinnig wordt en zich in alle wanhoop hier van de Grebbeberg stort. Cunera wordt dan, volgens de legende dus, begraven in dit heuveltje. En al snel doen er allerlei verhalen de ronde over bijzondere genezingen rond haar graf. Dus ze wordt opnieuw opgegraven en verdeeld over allerlei kerken in Nederland. In 700 wordt ze door de bekende Utrechtse bisschop Willibrord heilig verklaard. En hier op deze plek in Rhenen wordt een klein houten kerkje gebouwd. Dat is eigenlijk de eerste versie van de toren die het later werd. In de middeleeuwen geloven mensen heel sterk dat heiligen een soort tussenpersonen zijn tussen de mensen en God. En dat de bijzondere krachten van een heilige ook in fysieke voorwerpen bewaard blijven. Dat betekent dat aan kleding, meubels of andere gebruiksvoorwerpen van een heilige veel spirituele waarde wordt toegekend. Het lichaam van een heilige zou die krachten nog sterker bezitten. Die heilige overblijfselen of voorwerpen worden relieken genoemd. Je hebt allerlei soorten relieken. Ik heb de handschoentjes weer aan. We zijn hier in het Catharijnenconvent in Utrecht. En hier heb ik bijvoorbeeld twee kusrelieken. En die had dan bijvoorbeeld de bisschop. Die had hem zo om zijn vinger. En dan ging je daar langs en dan gaf je een kusje erop en dan kreeg je iets mee van de heilige, in dit geval Willibrord. En dan hiernaast is dit een armreliek. En als je hier heel goed kijkt, dan zie je daar een bordje in zitten en dat is van de heilige Lucia.
Maar belangrijk voor ons, voor dit verhaal, als ik dan even naar achter ga, is dit reliek. Dit is een reliek van de heilige Cunera. En dit is de doek waarmee zij is gewurgd. Het is eigenlijk best luguber om een moordwapen te vereren. Nog even over Lodewijk. Dat was bepaald geen heilige in zijn privéleven. Uit het geboorteregister weten we dat hij getrouwd was en dat hij 3 kinderen had, van wie er eentje Cunera heet. Om maar even aan te geven hoe populair die heilige in die tijd was. Maar zijn vrouw overlijdt op jonge leeftijd en dan gaat hij ongetrouwd samenwonen met een veel jongere vrouw en krijgt hij nog 6 onwettige kinderen. En het ziet er nou uit dat hij dit gezin nu ook weer in de steek laat. Mede door de relieken van de heilige Cunera wordt Rhenen in de eerste eeuwen na haar dood op kleine schaal een bedevaartsplaats. Maar de geestelijken van Rhenen zijn ambitieus. Ze willen groeien en de naam en faam van de heilige Cunera nog verder verspreiden. Om haar nog populairder te maken wordt in de 15e eeuw de kerk van Rhenen voor het eerst geheel aan Cunera gewijd. In de hoop zo nog meer pelgrims te trekken. En er is nog een manier om jouw heilige populairder te maken. Maar daarvoor moet ik eerst iets uitleggen over aflaten binnen de kerk. In de middeleeuwen ga je volgens het geloof voor zware zondes naar de hel. En voor minder ernstige fouten bivakkeer je een tijdje in het voorportaal van de hel, het vagevuur. En dan ga je daarna naar de hemel. Nou, en tijdens je leven kun je die tijd in dat vagevuur beïnvloeden door aflaten. En aflaten zijn eigenlijk een verzamelnaam voor manieren om voor je fouten te boeten. De paus en zijn kardinalen bepalen waarmee je zo'n aflaat verdient. Dus je kunt bidden, je kunt biechten, je kunt iets goeds doen voor een ander mens. Of je kunt een kerk bezoeken die speciaal voor dat doel is aangewezen door het pauselijk gezag. En als jouw kerk zo'n plek wordt, dan trekt dat een hoop pelgrims. Pelgrims moeten eten, slapen, drinken. Die brengen dus een hoop geld in het laadje. En dat is weer fijn voor een stad. De geestelijke en het stadsbestuur van Rhenen hadden dit ook bedacht. En wilden dus dat een afgezant naar Rome zou gaan om de paus en zijn kardinalen te overtuigen dat de Cunera-kerk van Rhenen ook een aflaatplek moest worden. Het bestuur schuift onze gerespecteerde Lodewijk naar voren om het te proberen. En voor hem is het een grote eer. Dus in 1475, hij is dan 45 jaar, begint hij aan die lange, lange tocht 1500 kilometer naar het Vaticaan. Reizen gaat langzaam en is niet zonder gevaar in de middeleeuwen. De gemiddelde afstand die men aflegt ligt tussen de 30 en 45 kilometer per dag, lopend. Een rijk man doet dat vaak te paard. Maar dat gaat dan meestal toch niet sneller, omdat zijn bediendes altijd te voet het paard leiden. Toch blijkt uit verslagen van met name geestelijken dat er heel wat afgereisd werd in Europa. En men nam dan het risico op overvallen en overstromingen en andere rampen voor lief. Er is weinig bekend over de tocht van Lodewijk, maar na maanden reizen komt hij eindelijk aan bij het hof van paus Sixtus IV. En hij zal zijn ogen hebben uitgekeken, want die is namelijk net bezig met de bouw van de Sixtijnse kapel, waarvan later het plafond wordt beschilderd door Michelangelo. Al snel blijkt dat de lange tocht niet voor niets is geweest. Wat Lodewijk allemaal in dat Vaticaan heeft gedaan is niet bekend. Maar feit is wel dat 18 kardinalen de aflaat van Rhenen ondertekenen. Kijk hoor, we zijn hier. Dit is nummer 63. We moeten nummer 68 hebben. Deze moeten we hebben. Die loeizware deuren open. En kom er maar bij. Dit is hem dan. De originele aflaat van de paus die Lodewijk in 1475 heeft opgehaald in Rome.
Dus op grond van deze brief, getekend door die 18 kardinalen, er zitten nog een paar zegels aan, hoeven pelgrims minder dagen in het vagevuur door te brengen als ze in de week van 12 juli de Cunera-kerk bezoeken. En dan staat het hier, centum dies, dus 100 dagen minder in het vagevuur. Met deze nieuwe bijzondere aflaat ontwikkelt Rhenen zich tot een populair bedevaartsoord. En dat wordt goed aangepakt al. Herbergen en eetgelegenheden worden speciaal ingericht. Allerlei Cunera merchandising wordt verkocht. En bekend is bijvoorbeeld dat de kerk entertainment inhuurde langs de pelgrimsroute om de boetedoening zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en zoveel mogelijk pelgrims te trekken. En dit krijgen de pelgrims dan na hun lange tocht naar Rhenen. Het heet een pelgrimsteken. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het kruisje dat je krijgt nadat je de avondvierdaagse hebt gelopen. Maar dit is nog wel een hele bijzondere, want hier zie je de scène waarin Cunera wordt gewurgd door Allegonda en waarschijnlijk haar hofdame. De tocht van Lodewijk Leefdaal levert de stad dus een hoop extra geld op. Het stadsbestuur is erg blij met hem en als bedankje benoemen ze hem tot schepen. Maar tijdens zijn leven ziet Lodewijk ook de vruchten van zijn lange tocht naar Rome. Want Rhenen wordt rijker en rijker. Hoe zat het ook alweer met de Cunera-toren? Nou, die pelgrims brengen zoveel geld in het laadje dat nog tijdens het leven van Lodewijk wordt begonnen met de bouw van de toren. Binnen 40 jaar is die klaar. Ongekende snelheid voor middeleeuwse begrippen. En ondanks een paar fikse branden en zelfs een bombardement in de Tweede Wereldoorlog staat hij nog 4 overeind. En wat betreft die Cunera merchandising, daar verdient Rhenen nog steeds aan. Zoals deze bijvoorbeeld. Het pelgrimsteken. Volgende week in het verleden van Utrecht, touwindustrie en de Oude Watersche Moord.